We gaan die wedstrijd verder niet ontleden, want dat is gisteren natuurlijk uitgebreid gedaan. Maar waar ik wel even bij stil wil staan is natuurlijk Steven Bergwijn, Berghuis, sorry. Want daar was natuurlijk een hele hoop over te doen. Op 19 juli 2021 maakt Steven Berghuis de pikante overstap naar aartsrivaal Ajax. Door corona speelde Berghuis nog niet in een volle kuip. Maar in aanloop naar deze klassieker wordt duidelijk dat Berghuis een stevig welkom mag verwachten. Volgens Berghuis spelen ook de media een kwalijke rol. De media heeft het lekker aangewakkerd. Hoe bedoel je dat? In allerlei berichtgeving. Ik heb hele verstandige mensen aan het woord gehoord. Onze trainer van Feyenoord. Met verstandige woorden, maar ik heb ook hele domme mensen aan het woord gehoord. Nou, vertel. En dan bedoel ik bijvoorbeeld een René van der Gijp. Dan begin ik met de domste eigenlijk. Ik zou hem wel thuis laten. Ja? Nee, ben je van... nee. Ja, ben je van hoop gezeik of je haalt de angel eruit, lach aan. Een algemeen dagblad waar denk ik hele verstandige mensen werken. Ook mensen met kinderen, gezin, die het verstandig vinden om een foto van mij in een Ajax-shirt, schreeuwend op de cover te doen. Dus deze week heeft wel impact gehad op mij, maar ook op mijn familie. En ik denk dat media, en vooral zulke mensen met zo'n groot bereik, wel moeten nadenken voordat ze wat zeggen. Zijn de media schuldig aan het ophitsen van de supporters? Nou, Aleta, vertel maar. Zijn wij mede schuldig? Nee, we zijn er niet schuldig aan, denk ik. Het is vooral die social media. Ik bedoel, je opent de uitzending met social media, met de Juice-kanalen. Nou ja, Twitter staat er vol mee de hele weken in aanloop naar die klassieker. Het ging alleen maar over gisteren. Als je dat plaatje ziet van Wanted, je zag allerlei echt verschrikkelijke dingen voorbij komen. Dus mensen hebben elkaar onwijs opgehit. Maar moeten de media dat dan ook zo opnemen? Nee, moet het op social media gewoon, nou oké, het is er. Ja, nou ja, wat... Maar het is logisch dat hij de meest besproken man was in aanloop naar die wedstrijd. Tuurlijk, maar daar hebben wij bij ESPN ook zeker aan meegedaan. Dat zegt hij zelf ook, hè, dat natuurlijk niet is. Ja. Ja, dit is de klassieker, hij moet gewoon iets aan. Hij verdient 2 miljoen per jaar. Ja, en alles behalve geweld natuurlijk. Maar om hem zenuwachtig te maken in die wedstrijd, dat vind ik is toegestaan. En het heeft ook gewerkt, want op een gegeven moment geeft hij een slap balletje op Wiever en die schiet door naar Pijkso en die schiet hem er zo in. Dus dat soort druk moet je mee om kunnen gaan als je het op... Maar waar het natuurlijk vooral om gaat is dat hij stevig is bedreigd. Zijn familie is bedreigd. Dat moeten we niet dus hebben. In die zin hebben wij daar dan verantwoordelijkheid voor. Zijn wij daar... Nou ja, er is een verkeerde discussie om dan op de media te focussen. Ja. Wij zaten allebei vrijdag bij VI. Dat was het fragment van René van der Gijp. Die zei van, ik zou hem thuis laten. Dat is volgens mij een hele onschuldige opmerking. René zei alleen, als hij niet speelt, kun je hem thuis laten. Maar de discussie maar gaat dan weer over de media. Maar over dartpijltjes. Jawel, maar de discussie is breder. Kijk, het verbaast mij nog steeds. Ik ben ook een voetballiefhebber dat we zo'n wedstrijd hebben waar zoveel spanning op staat. Dat de spelersbus van Ajax, als ik het goed heb gezien, met niet de echte spelersbus komt. Met een beeld van. Met een soort nepbus. Want anders was het te gevaarlijk. En ik vind het gek dat we dat soort wedstrijden dan toestaan als er zoveel spanning op staat. Met andere woorden, als jij als Feyenoord zijnde of de gemeente Rotterdam zijnde niet voor een veilige sfeer kunt zorgen, dan moet je misschien die hele wedstrijd niet mogen organiseren. Maar en uiteindelijk is daar wel voor gezorgd. Een andere discussie dan de media. Dus ja, maar uiteindelijk is daar wel voor gezorgd. Ik was bang om 3:30 dat ik denk, oh ja, om 16:30 gaan we de wereld over en er is iets verschrikkelijks gebeurd in Rotterdam, op wat voor manier dan ook. En dan wordt het 18:30 en dan denk je, als dit ook nog maar goed is. Maar het is gewoon weliswaar met belachelijkere maatregelen die je eigenlijk moet nemen. Het is goed dat ze genomen zijn. Wat het kost ook. Dat is absurd. Dat is te gek voor een partijtje voetbal tussen 2 keer 11 man en een bal. Maar vond je het goed interview? Ik vond het een goed interview. Wat vond je vooral goed? Nou ja, ik vond het goed dat Berghuis zijn gevoelens heeft geuit. En dat wij soms niet realiseren wat voor impact het heeft. Als er over jou of over ons wat gezegd wordt, dan vinden we het niet leuk. Maar als het echt bedreigend is en als inderdaad ook op social media werd het in eerste instantie geroepen met dartpijltjes door het net gegooid kan worden, dan denk ik dat het gewoon heel erg bedreigend en vervelend is. Behalve nog de dingen die dan via social media worden geroepen. Maar ik vind wel dat de media de taak heeft om deze man te highlighten in aanloop. Of je nou op die voorpagina van het AD moet zetten van werd wel met een groen vinkje en niet. En met een foto schreeuwend. Dit is een licht provocerende foto. Ja, en ik vind schuimbekken negatieve lading hebben wel. Ja, nou ja, schuimbekken en een beetje opgefokt. Dat hoeft dus niet. Maar aan de andere kant, ja, het speelt allemaal een beetje mee. Luis Figo is ooit een keer van Barcelona naar Real Madrid gegaan. En toen hij corner nam, werd er een varkenskop naar de cornervlag gegooid.
Dus er zijn wel dingen er zijn natuurlijk de gekste dingen om te intimideren. Maar ik vind het goed dat hij het heeft gezegd. Ja. Rafa van der Vaart zei bij jouw oude Studio Voetbal: ik durf Rotterdam niet in. Volgens mij is dat waar het misgaat. En niet zozeer hoe de media erover doet. Nee, maar dat is eigenlijk een beetje het gekke verhaal. Wij zeiden vroeger altijd: als een Ajax-ziet of iemand met een Ajax-shirt door Rotterdam loopt, wordt hij in elkaar geslagen. Mm-hmm. Loopt een Feyenoorder in Amsterdam, wordt hij uitgelachen. Er is veel meer haat in Rotterdam ten aanzien van Ajax dan andersom. Maar even los van deze situatie. Want dit kun je natuurlijk ook gewoon weer projecteren op politici. Want die worden ook bedreigd en ook stevig bedreigd. Hoe kijk jij hiernaar, Helene? Ja, ik vind het lastig. Ik denk wel dat eigenlijk is dat de maatschappij nu. Iedereen hitst iedereen op en alles wordt uitgegroot. De kleinste dingen, inderdaad kroketten, gaan het hele land door. Maar kroketten is toch wel iets heel anders dan bedreigingen? Ja, maar het leidt wel allemaal tot golven van haat. Als je de reacties ziet als Boulevard zoiets bericht en je ziet de reacties eronder van kijkers en lezers, inderdaad op social media, hoe die daarop reageren. Ook op de uitspraak van deze rechtszaak. Ook op alles. Iedereen fokt elkaar enorm op. En ik denk wel dat het verstandig is om je enigszins in te... En het komt ook allemaal, sorry, ik dwaal een beetje af, maar het heeft ook alles te maken met clickbait. Dit soort verhalen worden aangeklikt. Hoe groter je iets maakt, hoe erger je iets maakt, scoort het beter, gaan mensen er naartoe. Ja. Dus ik heb gewerkt bij AD, ik heb een column gehad daar. Ze gingen daar de kop van mijn column gingen ze testen waar het beste op geklikt werd. Dus als het een heftigere kop is, wordt er beter op geklikt. Dus dan gingen ze 3 koppen uittesten. En waar het best op geklikt werd, dat werd dan de kop. Dus dat is hoe media nu werken. En dat is best wel een beetje raar en gevaarlijk, maar omdat het dan helemaal niet meer om het nieuws gaat. Dat valt in het niet dan in, als je dat vergelijkt met Engeland, Duitsland, Amerika. Is ook zo. Het is allemaal nog rustig hier. Ja, maar kijk, twee dingen kunnen, maar dan haal ik mijn punt een beetje. Twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Dus ja, zo werken de media. Ik vind dat hij daar wat van zegt. Dat vind ik ook terecht. Alleen, ik denk alleen dat de vergelijking een beetje... daar moet het niet om gaan. Waar het echt om moet gaan, is dat dus die wedstrijd onder dat soort bizarre omstandigheden georganiseerd moet worden. Dat is het echte probleem. En dat vinden we kennelijk dus allemaal maar normaal. En harder aanpakken? Ja, en dus in het ergste geval zeggen, maar goed, ik kom niet uit de voetbalwereld, maar dan zou ik zeggen, als jij dus die wedstrijd niet op een veilige, fatsoenlijke manier kan organiseren, prima, organiseren we hem niet, gaan de 3 punten gewoon naar Ajax. En ik denk dat je dan als club veel beter, of veel meer, gaat proberen om daar wat aan te doen, met de gemeente samen. Ik snap wel dat Berghuis het nu op zichzelf persoonlijk heeft. Snap ik ook. In dat interview, daarom zeg en dat ik, vind het ik kan ook allebei goed. Waar zijn. Ja, en je zag ook wel vanuit Rotterdam die reacties juist, dat heeft de media dan ook weer gedaan, door juist dit interview echt enorm te belichten. Ook wel Rotterdams, dus echt de Feyenoord supporters die ook zeiden, echt respect voor dit interview, sterk interview, dus misschien heeft het ook wel iets ander inzicht. Er zit ook heel veel overdrijving in, heel onverdraagzaam, en tegenwoordig is het ook een beetje in Nederland zo, dat als je tegen iemand zegt, ik ben het niet met jou eens, dat ze dan zeggen, je escaleert nu de discussie. We zijn zo snel op onze teentjes getrapt. En wat goed is dat ze aan de voorkant hebben gezegd, dat werd weliswaar niet zo nadrukkelijk gezegd, maar toch wel, sluimerde dat door. Als je de regels overtreedt als publiek, want er stonden natuurlijk behalve die netten en die hekken overal camera's, dan krijg je een levenslang stadionverbod. Op het moment dat je dat van tevoren zegt, de eerste, de beste die we pakken, je komt er gewoon helemaal nooit meer ergens in. Nou, dan heb je kans dat we met het opleggen van een strafmaat, eventueel als dreigement, dat je excessen kan voorkomen. Maar dat heb ik dus niet gelezen. Dat wordt niet de kop. Wie Harry Schop, die wordt goed aangepakt. Gelijk. Omdat jij al die contacten hebt. Maar gelukkig is er in die zin weinig gebeurd, behalve dan die bedreigingen. Gelukkig. En het was een saaie wedstrijd, vond ik van niet. Heel slecht niveau. Heel slecht niveau. Ik zat in Enschede ook, saai, bij Twente Utrecht. Dat was beter. Ja, laten we dat niet vergeten. Twente gaat omhoog, hoor. Ja, Twente is zo, Echt een leuk. We hebben ook titelkandidaat in. Je kent Twente Feyenoord. Ja. Maar wat mij opviel is dat Feyenoord had nu de kans tegen een zwalkende Ajax. Dat zich pas in de laatste fase van de wedstrijd oprichtte. Maar Feyenoord heeft gevoetbald met kijk power. Kijk even naar de stand. Ja, dat is fantastisch. Maar wat zeg je? Sparta. Sparta. Dat is zo knap met Maurice Stijn. Kan gewoon, hoor. Sparta. Echt fantastisch. Maar Feyenoord speelde als een, dat roep ik altijd, als een amateurbokser. Die hebben partiekjes gegeven en die scoren dan 1-0. Maar ze geven de knock-out niet. En die hadden ze gisteren kunnen geven. Zo is het. Uiteindelijk kunnen ze nog tegen een puntje aanlopen. Ik probeer in principe maar een ander onderwerp. Dat is altijd vrij lastig. Richard de Mos.